Hoi! Leuk dat je kijkt naar een video die we al lang over zitten twijfelen om op te nemen. Maar hier is de dag. We gaan Lonnie verkopen. Ik zeg het heel blij, maar ik ben er helemaal niet blij mee. Hele leuke dingen met haar meegemaakt. Ik heb zeker leren paardrijden op haar. Ik heb haar sinds ik in groep 8 zit. En ik zit nu inmiddels in de derde en mag bijna naar de vierde van de MAVO. Dus dat is al een aardig tijdje. 4,5 jaar volgens mij. Heel erg naar mijn zin gehad. Heel veel mooie dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld het regio kampioenschappen, het NK, buitenritten. Nou ja, het gewoon heel erg leuk hebben. In het begin echt mijn ponytijd nog met haar afgemaakt. En daarna begonnen met serieuzer rijden. Lonnie staat inmiddels te koop en ik ga er verkopen omdat ik echt te lang ben en ik begin er ook een soort last van te krijgen. Ik had een jaar geleden eigenlijk al dat ik wat meer last ervan begon te krijgen, alleen ik was toen nog niet toe aan een paard. Ik merkte het heel erg de laatste tijd door het springen, een jaar geleden door de dressuur, dat ik met mijn benen tegen haar benen aankwam. En nu met het springen, dat ik het gevoel heb dat ik er zelf meer overheen ga dan Blondie. Omdat ik met mijn voeten heel dicht bij de grond zit en heel erg hoog boven eruit steek. En dan is het lastiger om voor mij, misschien voor andere mensen is het minder lastig. Alleen ik vind het dan toch een stuk spannender om ergens overheen te gaan dan wanneer ik op een paard zit. Dan heb ik het gevoel dat ik beter in verhouding zit. We willen Blondie aan iemand verkopen, aan bijvoorbeeld een jong meisje of jongetje die weer helemaal opnieuw met haar begint en superveel van haar kan leren. Of iemand waar op het niveau waar ik ben gebleven met Blondie, met haar verder kan, zolang ze maar heel veel plezier met haar hebben. Ik ben met Blondie M1 gestart en ik hoop dat ik nog naar het M2 kan en naar het Z, maar dat zien we allemaal wel. Met springen hebben we één keertje B gedaan en nu zijn we echt gestart in 60 centimeter. Crossen doen we op B-niveau. Nou ja, dat mag nog niet echt starten, maar oefencrossjes op B-niveau. En ja, daar hebben we het heel erg naar ons zin mee. En ik denk dat Blondie ook heel veel plezier kan brengen aan iemand die er ook van houdt. Ik heb zeker geen haast met Blondie te verkopen. En ook zeker geen haast met nu al een paard te gaan zoeken. We gaan eerst op zoek naar het beste eigenaartje of eigenaresse voor Blondie. En pas als de perfecte match er is, dan verkopen we er. En tot die tijd houd het lekker rustig. En mogen mensen komen kijken als ze dat willen. Alleen pas bij de perfecte match gaat ze weg. Heb je interesse, kan je altijd mailen naar info@hartvoorpaarden.nl. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie misschien binnenkort bij Blondie en anders weer bij de volgende video. Doei!